even bij die buurvrouw. Die zat er nog in de pindewaar. Aan in de deuropening. En ze vonden het altijd allemaal prachtig. Totdat ik één keer kwam. En toen had ik ook mijn nieuwe hoed op. En toen kreeg ze het spontaan in de keel. Ik dacht, dat is niet goed. Ik werd vervolgens door de pers uitgeroepen als onze nationale Teletubby. Want ik had mijn hoed op. Nou, ik vond het prachtig. En gelukkig degene die ik had mee uitgenodigd, Bart Chabot, vond het ook prachtig. Maar ik weet niet of dat uw smaak zou zijn. Nou, ik wil hem nog wel een keertje zien. Dus als u volgend jaar hier weer bent, wilt u hem dan opzetten? Ik piek er niet over. Nou, fijn. Wat zegt u? Museum de Valkhof is hier te zien. Was die hoed van u? Die heb ik voor Erika. Maar ik heb hem voor Edgar Vos voor de Culturenshow gemaakt. En in het museum staat hij ook met de foto erbij van het model met de kleding erbij. Dus het was voor mij ook een hele verrassing dat mevrouw Erika Terpstra hem droeg bij Prinsjesdag. Dus het lag niet aan de hoed? Maar u kunt hier de foto. Nou, dit is een reden om onmiddellijk naar het museum te gaan, Valkenhof in Nijmegen. En het lag inderdaad niet aan de hoed. Die hoed was gedragen op de haute couture-show van Edgar Vos. En die mannequin zag er zo prachtig mee uit, dat dacht ik, dat wil ik ook. Maar ja... Ik denk dat we door moeten gaan met het juryrapport. Het is het feest van de democratie, er mag veel gezegd worden vandaag. Zo is het. Laat de jury alsjeblieft me vertellen. Ja, de jury mogen naar voren komen. Het is niet zoals bij The Voice dat de jury...